Rotterdam maakte voorafgaand aan deze speelronde alleen mathematisch nog een kans op behalen van de play-offs. Dan moest er vandaag wel gewonnen worden bij HDM. De Haagse hekkensluiter van de hoofdklasse. Hier een lange bal van HDM. Die gaf hier Osses weggestuurd. Harde ingreep van Eldonk, maar dat mocht allemaal doorgaan. De toon is dus gezet in Den Haag. Rotterdam verloor vorige week cruciale ontmoeting met Kampong. 4-3. Speelde vervolgens met 3-3 gelijk tegen Den Bosch afgelopen donderdag. Komt hij wel op voorsprong. Hier, Seffi van As. Met een strafcorner na 10 minuten spelen. Corner van As. Toen nog van Montfort kansloos. Van HDM. Maar HDM knokt zich terug. En via een bijzondere situatie komt hier de 1-1 tot stand. Het is uiteindelijk Kallenberg die hem op zijn naam krijgt. Lennart Kallenberg, 1-1. Hier de bal van Dolman. Daar zit Van Eldonk nog aan. Uiteindelijk is het uit een hele moeilijke hoek Kallenberg die toeslaat en 1-1 maakt. En HDM dendert door in de eerste helft nog. Hier met Cedric de Gier. Passeert de hele verdediging van Rotterdam en rond af. 2-1 voor HDM, 34 minuten gespeeld. Knappe goal van deze de Gier. En hier langs Polkamp en langs Turkstra en langs Gerritsen. Allemaal ervaren jongens, allemaal de luren gelegd door deze speler van HDM. 2-1, maar Rotterdam heeft veerkracht. Hier met Hertzberger, hij bedient Edgerton. 2-2. Koen Hertzberger deze week weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Doet het goed. Prima voorzet. Edgerton die de 2-2 aantekent. Maar daarmee was de koek nog lang niet op vanmiddag in Den Haag. Hier gaat Albert Beltrande vandoor. En hij bedient Milan van Baal. En dan is het opeens 3-2 voor Rotterdam. Rotterdam opnieuw aan de goede kant van de score. En dan zijn er nog 25 minuten te spelen. Krijgt HDM een strafcorner. En daarvoor hebben ze natuurlijk Kieran Darté. Hatze, 3-3. HDM doet het weer helemaal mee in deze wedstrijd. Hij mag dus hopen op een goed resultaat. HDM dat 4 keer op rij verloor. Nu dus 3-3. En hier weer Darté. En de 4-3. Wauw. 10 minuten voor tijd. Een voorsprong voor HDM. De punten dus zo hard nodig heeft. 3 punten minder dan Almere. Maar dan, 2 minuten voor tijd, een strafbal. En daar is de 4-4. Jeroen Hertzberger zorgt ervoor dat Rotterdam niet verliest en dat HDM niet wint. Het eindigt in Den Haag in 4-4. Bloedstollend duel.